Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hey team, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag heb ik het tweede deel voor jullie van de overview video's van Eilandleven. Ik heb al een video gemaakt van Creëren Sim. Als je die nog niet gezien hebt, klik even op het linkje hier rechtsboven in beeld. Maar vandaag gaan we iets doen wat ik eigenlijk nog veel leuker vind. En dat is namelijk bekijken wat er allemaal nieuw is in kopen en bouwen in het nieuwe uitbreidingspakket. Ik ben zo gelukkig dat ik dit pakket eerder heb gekregen van EA. Zodat ik het alvast voor jullie kan testen en kan laten zien. En ja, we gaan vandaag dus kijken wat er allemaal nieuw is in kopen en bouwen. Maar eerst wil ik jullie eigenlijk even laten zien hoe de wereld eruit ziet. Wat je hier hebt is Sulani. Nou, dit is het eiland. Er zijn drie wijken hier. We hebben hier Mwapelam. Hier draait het om de natuur. Van de actieve vulkaan tot de prachtige waterval en de dieptes van de geheime grot. Nou ja, dit is dus echt natuurgebied. En dan hebben we hier Onhali, denk ik. Ohanali. Ooit een klein visserskamp genesteld tussen de tropische jungles en de kalme lagunes. Maar tegenwoordig een van de meest bruisende gebieden van Sulani. Dus dit is een beetje het dorpsgedeelte. En dit is, als het goed is, Lani Santas, is een idyllisch tropisch paradijs. Waar de stranden bedekt zijn met wit zand en het water warm en levendig is. Dus dit is echt een beetje de woonwijk, als het ware. Het is dus geen vakantiewereld, zoals veel mensen dachten. Je kan ook geen resort hebben, helaas. Maar dit pakket is gewoon anders. Het is niet hetzelfde als Eiland Paradijs in Sims 3. En dat is ook goed, want als ze hetzelfde pakket steeds opnieuw zouden maken, dan zou het ook niet een beter spel worden. Dus ik ben heel erg blij met hoe het eruit ziet. Ik heb nog helemaal niet naar deze werelden gekeken. Maar voor deze video wil ik graag naar deze kavel. En hier heb ik ook al twee Sims opgezet die ik heb gemaakt tijdens de Creëren Sim video, even snel. Want ik wilde jullie ook nog wat laten zien namelijk. En dat is namelijk dat ze ook kleding aan hebben van de gratis update. Dus dit zit in al jullie spellen. Deze legging in de t-shirt en het t-shirt wat hij aan heeft. Dit is namelijk omdat het Pride Month is. Dus er wordt deze maand extra aandacht besteed aan mensen die homo zijn of bi. Of nou ja, die bij die community horen, zeg maar. Dus ja, daarom zijn deze dingen gratis. En ik was het vergeten te laten zien in de Creëren Sim video. Dus ik dacht, ik moet dit wel laten zien. Dus ik doe het gewoon even op deze manier. Dus er zitten wat nieuwe dingen in. Er zitten, als het goed is, ook een aantal nieuwe dingen in bouwen. Maar jongens, kijk even naar deze wereld. Wauw. Wauw, kijk. Het is echt super tropisch. Als we even uitzoomen, dan kan je zien, er is echt super veel strand. Kijk even zo om me heen. We wonen op dit eilandje. Je ziet hier voor de kust een koraalrif. En ja, we hebben even deze kavel om te laten zien wat er nieuw is in kopen en bouwen. En als we even op bouwen klikken, dan zie je ook deze kavel in het water. Wat betekent dat we nu in het water kunnen bouwen. Gewoon kunnen over de zee heen bouwen. En oh, als er iets is wat ik ontzettend gaaf vind, dan is het dit. Dus verwacht speedbuilds in de nabije toekomst. Ik heb echt zin om weer speedbuilds te gaan maken. Ik weet dat jullie daar heel veel van jullie daar al heel lang op wachten, op meer speedbuilds. Maar ze komen eraan, want ja, dit is natuurlijk fantastisch. Dus voordat ik ga laten zien welke spullen er allemaal nieuw zijn, ga ik laten zien hoe we op het water kunnen bouwen. Nou, dat ziet er dan zo uit. Dit ziet er natuurlijk een beetje stom uit, zo dat beton. Maar als het goed is, hebben we een nieuwe fundering. Jazeker, we hebben er zelfs meerdere. Maar degene die ik even wilde laten zien is deze. Dit is namelijk een palenfundering. En zoals je ziet, kan ik dat onder water laten zien? Daar ben ik even heel benieuwd naar. Nee, we kunnen niet onder water zakken met de camera. Dat is wel jammer. Maar je kan zien, kijk, de palen gaan onder water zo verder. Dus het lijkt net of je onder het huis door kan zwemmen. Dus dat is echt heel erg vet. Dus dat is ook meteen het eerste ding van deze video wat ik wilde laten zien. Die is er in het rond, maar ook in het vierkant. En die komt, zoals je ziet, in heel veel verschillende kleurtjes ook. Nou ja, gewoon heel veel verschillende houttinten. Oh, trouwens, met de gratis update die iedereen dus heeft, waar ook al die Pride dingen in zitten, heb je nu, als het goed is, ook 350 nieuwe kleuren verdeeld over spullen in het basisspel. Dus ze hebben aan, ja, 350 dingen een nieuw kleurtje toegevoegd. Dus er zijn geen nieuwe voorwerpen, maar er zijn wel meer kleuropties voor de voorwerpen die we al hadden. Snap je hem? Dus ja, dat vind ik echt heel tof. Ik zie ook dat we nog een fundering hebben. Misschien kan ik dit even iets hoger maken, zodat ik het iets beter kan laten zien. Zo, we hebben deze ook nieuw met stenen. Dit is ook best wel een mooie fundering. Maar we zijn nu bij het water, dus ik ga even deze neerleggen, zodat we op het water kunnen bouwen voor deze overzichtsvideo. Nou, zo te zien hebben we ook nieuwe trappen, dus die hebben we ook nodig, anders kunnen ze hier niet op. Dus die ga ik er ook gelijk even bij pakken. We hebben drie nieuwe trappen, zo te zien.
Ten eerste hebben we deze. Even kijken. Deze komt in heel erg veel kleuren. Even kijken of ik hem zo kan laten... Ja, dit laat lastig zien dat hij die kleuren met trappen. Maar er zijn er heel veel. Nou ja. Ja, het zijn gewoon vooral veel houttinten. Ik denk dezelfde kleuren die ook bij de fundering passen. Dan hebben we ook nog deze trap. Als hij even meewerkt. Werk mee, trap. Oké. Nou, komt er in allemaal dezelfde kleuren. Ook rood bijvoorbeeld. Oeh, ik vind het ook echt een hele gaaf... Oh, kijk, deze heeft helemaal een patroontje aan de zijkant. Dus dat past heel goed binnen dit pakket, denk ik. En tot slot hebben we nog deze trap. En dit is gewoon een stenen trap, zo te zien. Die komt in 3 kleuren. Zwart, wit en ook in het... soort van baksteenkleur. Wat is dit voor kleur? Rood, I guess. Dus dit zijn de nieuwe trappen die we hebben. Daar hoort ook een nieuwe railing bij. En dat is deze. Oeh. Kijk nou. Kijk, even kijken wat voor kleurtjes we hebben. Heel veel, het is hout gecombineerd met felle kleuren. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, ik vind het echt heel erg nice. Super gaaf dit. Oké, dus dit is de trapleuning die we daarbij krijgen. Dan hebben we ook een hek. Ik ga eerst gewoon beginnen met alle spullen verbouwen trouwens hoor. Het begint misschien een beetje rommelig. Maar ik ben gewoon enthousiast. En ik weet gewoon niet wat ik met mezelf moet op dit moment. Oh, kijk dit nou. Dit is ook tof. Oké, we hebben dus dit houten hek. Even zien. In verschillende kleurtjes. Maar ook in het zwart en wit. En daar ben ik altijd heel blij mee. Want dat betekent dat je het altijd met alles kan combineren. Oké, volgens mij is het niet helemaal zwart. Donkerbruin. Het is ook niet helemaal wit. Maar goed. Hier kunnen we zeker wat mee. En dit is het hek dat past bij de trapleuning. Dus deze komt waarschijnlijk ook in dezelfde kleuren als de trapleuning komt. Ja, sowieso wel. Gaaf. Ik vind deze ook echt heel erg leuk. Ik vind het leuk dat je er doorheen kan kijken. Dus dat is dat. Er hoort ook een poort bij. Dat is deze. Nou, die heeft uiteraard ook gewoon weer dezelfde kleuren als het hek zelf. Ik zal er even snel doorheen loopen. Als het ware. Dus dat zijn de kleuren voor het hek. Pilaren zijn ook nieuw. 2 stuks maar liefst. Ten eerste hebben we deze. En die komt in deze kleurtjes allemaal. Nou, heel veel natuurlijke houttinten. Maar ja, wel gewoon goed te combineren dus. En deze is... dit is houtsnijwerk. Dit vind ik ook echt super gaaf. Er zit een hartje in en zo. Deze is ook vet leuk. En ook deze komt in heel veel kleurtjes. Oh ja. Hij is ook in het zwart. Ik vind hem in het zwart echt heel erg gaaf. Wat vet dit. Oké, en er horen ook nieuwe bogen bij. Kunnen we die hier... Oh, die kunnen we even boven het hek hangen zo te zien. Deze hebben we ook in dezelfde kleuren als die pilaren. En dan ook deze. Dus hiermee kan je je huis nog iets verder versieren. Dan denk ik dat het tijd wordt om even een huisje te bouwen. Zodat we even kunnen laten zien wat voor dingen we allemaal hebben. Als het op huizen aankomt. Ik kan hem even wat langer. Het is echt het lelijkste huis ooit. Maar daar gaat het niet om. Want ik wilde even laten zien wat er nieuw is aan daksculpturen. Ten eerste hebben we nu deze erbij. Dit is gewoon een versiering voor op het dak. Een soort dakkapel. En als je goed kijkt, dan zie je dat het een soort golfplaten zijn. Dat vind ik echt leuk. Dus het is ja, een beetje ouderwets. Een beetje vervallen, maar wel op een hele vrolijke manier. En we hebben ook deze. En deze is hetzelfde, maar dan met stro. Deze is ook echt heel erg tof. Oh ja, ik zie mezelf dit echt wel veel gebruiken in bouwvideo's. Dus dat is die. En dan hebben we ook nog dit. En dit is denk ik voor op de bovenkant van je dak. Ja. Maar dit is ook best wel cool. Ik ben wel benieuwd hoe ze dit gebruikt hebben in de gebouwen die al in het spel zitten. Dat wil ik eigenlijk wel heel graag zien straks. Dat is die. En dan hebben we nieuwe, een soort van, hoe noem je deze dingen? Planken. Dit is voor boven je raam. Hebben we een nieuw rieten afdakje. Even kijken hoor. Maar dat is echt leuk. Dat lijkt me echt leuk. Oké, dat is die. We hebben dezelfde ook weer met golfplaten. Dus die past dan weer bij dat dakversierding. Hoe dat dan ook heet. Ja, I like it. En we hebben dit. Ik weet niet wat dit precies is. Maar dit is het. Doe ermee wat je wilt. Oké, we hebben ook nieuwe ramen. En er zijn heel veel open ramen in dit pakket. Heb ik al gezien. Ten eerste hebben we deze. Het is echt een soort luikje. Ik ben benieuwd of er licht hierdoor naar binnen komt. Oké, niet zo heel veel. Dat komt al... Kijk maar, één vlekje licht komt hierdoor naar binnen. Maar dat komt wel overeen, want het is natuurlijk niet zo'n hele grote, niet zo'n heel groot raam. Maar ook weer met dezelfde kleurtjes. Er zijn super veel kleurtjes. We hebben een nieuw vierkant raam. Met allemaal houttinten.
Wat gaaf, want ik gebruik altijd die grote moderne ramen. Maar die hebben niet echt een houten frame eromheen. En dat is best wel mooi. Ik vind het echt leuk. En hij is ook gewoon even goed in het wit. Oh, deze zie ik mezelf echt heel vaak gebruiken. Dan hebben we nog deze. Dit is ook weer een soort van luikje. Ja, echt nice. Lijkt me ook wel lekker, want er komt niet zoveel licht doorheen. Maar dat wil je ook niet, want het is hier super warm. Dus als er dan heel veel licht binnenkomt, dan wordt het ook heel heet binnen. Dan hebben we nog deze. Deze kan je denk ik ook dicht schuiven. Nou ja, niet in het spel niet, maar daar, dat is de bedoeling denk ik. Dat is die. Deze hebben we ook in het groter. Ik moet even ruimte maken. Het huis moet groter, jongens, anders past het niet. Oké. Okay. Zo, deze hebben we ook nog. Oeh. Ik vind het echt wel leuk dat die soort van luikjes erbij zitten. Ik vind het echt nice. Oké, dus dat is die. Dan hebben we nog deze. En deze past denk ik wel mooi bij die andere. Wacht even. Even deze weg. Even demonstreren of dit naast elkaar gaat. Ja, volgens mij wel. Volgens mij kunnen deze kleuren namelijk... Ja, zie je? Dat past perfect naast elkaar. Dat is vet leuk. Dit is dan zo open. Er komen wel veel muggen binnen, denk ik. Maar dit ziet er vet leuk uit. En dan hebben we nog dit raam hier zo. Nou ja, dit is eigenlijk meer een gat in de muur dan echt een raam. Maar ja, wel echt heel nice. Wel mooi hoor. Kijk, als je zo aan het water woont, dan wil je natuurlijk wel gewoon dat het open is. Ik ben echt enthousiast over deze kavel. Kijk nou even. Er ligt hier ook een boot, een jacht. Je kan echt in de verte kijken. Er is hier koraal gewoon voor de deur. Ja, wauw. Ik vind het echt mooi. Oké. Deuren hebben we ook nog. Laat ik dit ding even verwijderen. Oh ja, wat ook nieuw is, is dat we nu... dit is niet iets van eilandleven, maar dit is iets wat voor iedereen heeft. Jee, in de gratis update. Dat zijn genderneutrale toiletten. Er zijn nu voor alle deuren in het spel die man of vrouw waren, zijn nu ook een man en vrouw optie toegevoegd. Dus dan is je sim niet langer beperkt tot één van de twee. Ja, dus dat is cool. Dus deze is van Wellnessdag bijvoorbeeld. Maar je ziet nu, eerst was dit alleen een mannetje of een vrouwtje. Maar nu is hij voor allebei. Dus die is nieuw. Maar dat heeft niks met het pakket te maken. Dat is gewoon een update. Oké, we hebben deze deur als eerste. Ik vind het heel gaaf dat het is gevlochten. Wat is dat? In het midden aan de onderkant. Oké, hoe noem je dit? Dit vind ik echt vet. I like it. Oké, dat is die. Oh, we hebben geen geld. Wacht even hoor. Oh, wacht even. Oké. Geen mannen verboord. Kon dit maar in het echt. Dat je gewoon even... Wacht, ik wil een miljoen. Zo. Oké, we hebben weer geld. En oké, we hebben ook deze deur. Deze is ook gewoon een soort van open. Komt in al deze kleurtjes. Het zijn allemaal een beetje dezelfde kleuren wel. Dus ik zal iets korter erover zijn. Dit vind ik ook een vette deur. Dit is een schuifdeur. Die dan zo langs de muur schuift. Dat is echt super vet. Die vind ik echt misschien wel het tofst van alle deuren. Oké, ik vind deze ook heel gaaf. Dit is namelijk ook een enorme deur. Deze is wel 4 tegels breed. Ja, en dan heb je gewoon 1 grote open muur. Wat allemaal deuren is. Dat is toch cool? Ik vind het echt cool. Hetzelfde heb je ook met glas. Dus we hebben ook deze. Glazen schuifdeur. Nou, dit is ook tof. Ik zie mezelf deze ook wel heel veel gebruiken. En we hebben tot slot nog deze nieuwe poort. Denk ik dat het is. Ja, dit is wel een poort, echt. Hebben we ook nog hogere deuren en zo? Nee, het zijn allemaal kleine deurtjes. Dus dit is het voor de deuren. Dan hebben we ook nog nieuw behang. Dat moeten we natuurlijk ook laten zien. Dus ik ga even wat deuren verwijderen, want we hebben wel genoeg deuren, denk ik nu. Even kijken, welk behang is er nieuw? Oké, we hebben ten eerste dit behang nieuw. Dit is een soort van... Nou, dit is een beetje dezelfde textuur als net wat net in de deur zat. Een soort van, wat noem je dit? Gevlochten? Rotan, is dat het woord? Ik weet het niet, maar... Ja, hoe noem je dit nou? Jute of zo? Ik weet het niet. Als iemand het weet, zet het in de reacties. Oeh, dit is mooi. Oké, dit is gewoon hele mooie houten... Grote houten panelen. Oh, dit vind ik echt tof. Oh, dit vind ik echt heel mooi. Ja, wauw, dit is echt cool. Die hebben we dus. We hebben deze. Deze past bij de fundering die we nieuw hebben een beetje. Dit is, nou, zijn gewoon stenen uiteraard. Oeh, deze is cool. Oh, ik vind het echt tof. Oké. En dan hebben we deze, de zeevaarder. Nou ja, ook weer verschillende kleurtjes hout. Het komt weer overeen met de deuren een beetje. Dus
dat is die. En dan hebben we ook nog deze. Wat is het verschil? Kiel halen. Oké, dus dit is zeg maar de zeevaarders, maar dan meer verweerd. Oh, en deze komt in andere kleurtjes. Oeh, dit is leuk. Oh, kijk dan hoe vrolijk dit eruit ziet. Het is wel echt heel erg fel, maar wauw. Heb ik nu alle kleuren? Nee, maar ik heb wel alle kleuren. Kijk hoe vrolijk. Dit is toch leuk? Ik vind het echt heel tof. Oké, dat zijn alle nieuwe behangdingetjes. En dan hebben we ook nog vloeren. Ik ga gewoon het hele ding doen. Kan mij het schelen. Hier, 11.000 euro voor je vloer. Die hebben we. Die komt ook in het lichter. In het grijs. Oeh, vet mooi. En we hebben ook nog deze hout. Ik weet niet helemaal wat precies het verschil is. Ik denk dat die ene ook weer meer verweerd is dan die ander. Maar dat zijn in elk geval de twee nieuwe vloeren die we hebben. Dus volgens mij is dat het bijna voor alles wat buiten is. Het enige wat we nog moeten laten zien zijn alle planten en zo die nieuw zijn. Want er zijn ook echt superveel nieuwe planten. Kijk, ten eerste hebben we... Oké, dit is echt... Wat is dit voor boom? Ik vind het echt een cool ding. Ja, tropische boom. Wacht, ik kan het gewoon zien. Wat is dit? Een koolpalm. Natuurlijk. Wie wil hem niet in zijn tuin? Koolpalm hebben we. Ja. Oh ja. We hebben een Ixora. Een geslacht van zuurplanten uit de sterbladige familie. Oké. Dat is nou ja, een heleboel beschrijving. Deze is leuk. Dit is een boom met bloemetjes. Wat vrolijk. Dat vind ik echt leuk. En er zijn heel veel palmbomen. We hebben de leunende palm, denk ik. Even kijken, komt deze in meer kleuren? Nee, het is één kleur. Dan hebben we deze omgevallen soort van palm. En dan hebben we nog een andere palm. Oeh, dit is een soort mangrovenboom. Oh, wat cool. Wat is dit? Een hala. Leuk, weet je. De bladeren werden gebruikt voor hoeden, matten en dakbedekking. Super cool. En delen van de vrucht werden als verfkwasten voor eten gebruikt. En voor eten gebruikt, wauw. Ik weet niet of het echt zo is, maar als het zo is, is het cool. En we hebben ook nog de korte palmboom. Die is ook nog nieuw. En dit zijn allemaal planten. Oh nee, deze waren er ook nog niet. Oh, deze is ook vet, hè. Dit is een beetje zo'n Japanse boom. Past deze nog ergens? Oké, deze kan hier. Wat een mooie. Deze vind ik echt heel mooi. En hij komt ook nog in andere kleuren. Wauw, oké. Wat een mooie boom. Dan hebben we nog deze struik. Die komt ook in meerdere kleurtjes. En ik ben echt wel blij dat ze zoveel planten hebben toegevoegd. Want ik vind het altijd heel moeilijk om een tuin te maken in de Sims. En nu hebben we gewoon wat meer opties weer voor plantjes. Dus deze boom hebben we ook nog. Een wat lagere boom. En oh, deze is mini. Deze is ook leuk. Ja, dus we hebben heel veel plantjes om een soort van jungle mee te maken. En dit is de broodfruitboom. Oké, deze hier groeit brood aan, I guess. Nou, die hebben we ook nog. Even kijken. Als het goed is, hebben we ook nog struiken. Jawel. Hawaiiaans-achtig gras. Nou, dit zijn verschillende grastegels, als het ware. Waarmee je dan zo gras kan maken. Oh, dit is een hele grote. Kijk, met dit soort dingen ben ik heel blij. Want dan kan je heel snel gewoon zo'n soort van struikgewas maken. Dat hadden we nog niet echt. Dus dit, hier ben ik gewoon echt heel erg blij mee als bouwer, zeg maar. Oké, het kan niet in de zee worden geplaatst. Ixora-struik hebben we ook nog. Dat is die. Komt die in meer kleurtjes? Oh. Kijken. Jazeker. Heel veel ook weer. Ja, net als bij de bomen eigenlijk. En dan hebben we nog deze Tahiti. Ook een struik. Planten, jongens. Vet leuk. Hebben we ook nog bloemen? Ook nog. Wauw. Oké, we hebben ook nog bloemen. Wat zit er veel in dit ding, joh? Oeh. Dit is een bromelia. Wauw. Oh, wat een leuke. Volgens mij hadden wij vroeger zo één in de tuin. Als ze echt bestaan. Het leek hier in elk geval wel op. Super cool. En dan hebben we ook nog deze. Even kijken waar nog ruimte is voor deze. Hier zo. Oké. Hier kan je nog liggen. Oké, dus dit is ook een soort van struik op de grond. Dat vind ik ook vet leuk. Super vet. Stenen hebben we niet nieuw. Oké, dus dat was het wel. Treingereedschappen wel. Oh ja, twee verschillende soorten zand hebben we. Twee verschillende zand. We hebben deze. Dit is illusie van zand. Oké, in het begin was er alleen de oceaan. Nu hebben we ook zand. Of anders gezegd, een leeggemaakte oceaan. Wauw, die beschrijving is altijd heel leuk. En we hebben ruw zand. En dat is nog weer een andere soort zand. Dus ja, nu zijn we uiteraard op het strand. Dus nu zie je niet echt heel veel verschil. Maar als je natuurlijk op het gras bent... Wacht, dat kan ik even simuleren hoe dat eruit ziet. Kijk, stel dat het is gras... En je hebt dan dit zand. Dan kan je nu ook zand maken, zeg maar, in je gewone tuinen.
Vet leuk. Dus dit vind ik echt heel tof. Oké, nou, ik ga even wat planten weghalen, want het is nu wel een hele jungle geworden. En we willen natuurlijk kunnen zien hoe het eruit ziet. Ik zal het ook iets lichter maken. Kijk nou hoe mooi dit eiland is. Wauw. Oké, als het goed is heb ik nog steeds een vloer gemist. Oh ja, we hebben ook nog deze. Wat is dit? Oh, wacht even. Wat is dit? Lavaprul. Oké, nou, we hebben dus ook nog dit vloertje. Het zijn ook een soort van stenen. Dit vind ik ook wel leuk. Ik leg deze even hier neer. Het oogt wat rustiger. Zo. Oké, zwembaden zijn ook nog nieuwe dingen. Dan ben ik heel benieuwd wat er dan nieuw is. Oh, natuurlijk. Oké, we hebben open water, aanlegplaats en ladder. We hebben een nieuwe ladder. Oh, en deze kan hier. En dan kan je rechtstreeks de zee in. Oeh. Oh, dit is zo vet. Ik vind dit zo vet. Oké, dus die hebben we. En we hebben ook nog deze. Ik weet niet wat het verschil is. Even kijken. Oh, deze heeft een aanlegplaats voor een bootje. Oké, dus dat is dezelfde ladder, maar dan met een aanlegplaats erbij. Maar wat we ook hebben, is de klassieke dobberaar. En deze kan je dus in het water leggen, jongens. En hier kan je heen zwemmen. Kijk dan hoe vet dit is. Oké, ik vind het echt cool. Kijk dan wat voor kleuren we ook hebben weer met dit ding. Zoveel opties voor je opblaasmatras. We hebben ook een pizza. Een pizzapunt waar je ook op kan drijven met verschillende toppings. Er is over nagedacht. Wauw. Maar dit is een Hawaii pizza, wauw. En dobbertje walvestein dobberaar heet hij. Ja, hij heet Floating McWhaleface in het Engels. Dat vind ik eigenlijk veel grappiger. Maar ja, dat is deze. Dit is toch leuk. Och, die spikkels. Oh, ik vind het echt heel leuk. Oké, ik ga deze doen. Dus dat is er nieuw voor zwembaden. Dat was het dan al voor... Nou ja, al. Dat was het voor alle bouwspullen. We gaan nu naar de koopspullen kijken. Want dat zullen er ook heel wat zijn. Ik ga even een slokje thee nemen tussendoor. Oké, het eerste wat ik zie is dit bed. We hebben nieuwe bedden. Ik ben altijd blij met nieuwe bedden. Maar jullie kennen me inmiddels een beetje. Ik vind gewoon dat we nooit genoeg bedden kunnen hebben in de Sims. En dit is dus een nieuw bed. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk om weer eens een keer een eenpersoonsbed te hebben. Dat er niet per se uitziet als een kinder- of tienerbed. Maar gewoon normaal eenpersoonsbed. Hetzelfde geldt voor deze. Natuurlijk kan dit ook voor kinderen of tieners hoor. Maar het ziet er niet per se kinderachtig uit, snap je? Deze is echt vet. Ik vind het echt leuk met dat gevlochten riet. Met dat rotan. Ja, dat is die. Dan hebben we een tweepersoonsbed. Oké, deze is ook weer met het gevlochten gebeuren. Ik weet niet hoe dit heet. Hoe heet dit? Oeh, er zijn ook veel leuke patroontjes van. Even kijken, had ik ze allemaal al? Ik weet niet of ik ze allemaal al had. Nee. Nice. Oké, ja, ik vind het leuk. Er zijn veel felgekleurde dekbedden op. Maar dit is natuurlijk het mooiste bed met het gordijntje. Wauw, oké, deze is... Ja. Oh, dit is zo mooi. Hier kun je zo'n mooi resort mee bouwen. Er zijn zoveel mensen die evengoed resorts gaan bouwen. Ondanks dat je niet een resort kan bezitten. En geef ze dus ongelijk. Dit is zo mooi. Misschien ben ik wel een van die mensen. Ik weet het niet. Ja, vet mooi bed. Oké, dat hebben we. Dan hebben we een pietspoef. Nou, dit is dus een poefje. Hier kan je denk ik op zitten. Wat een leuke. Dit is ook gewoon... Je kan dit... Ik vind het leuk, want de spullen in dit pakket... Het is heel erg eilandleven. Maar er zitten ook heel veel spullen in die je heel goed kan gebruiken buiten eilandleven. Gewoon met veel natuurlijke materialen. En ja... Gewoon heel leuk. Ik vind het echt mooi. Er zitten ook gewoon niet felle kleuren tussen. Dus dat is pietspoefje. Dan hebben we deze gevlochten rotanstoel. Hier haal je altijd je panty aan open. Geef de video een like als je dat ook wel eens hebt. If you can relate. Ja, dat is die. Dan hebben we hier pronkpoef. Dat is ook een poef zo te zien. Oké, er zit weer een ander. Deze is ook gevlochten. Deze komt ook in heel veel kleurtjes zo te zien. Ja, vet leuk. Oké, die mag naast een stoel. Oh, dit is een coole stoel. Oeh. Oh, deze is vet. Oké, dus dit is een stoel en hij is een soort van doorzichtig. Zie je? Je kan er doorheen kijken. Wat grappig. Oké, nou, hier zijn ook weer heel veel kleurtjes voor. Dus die. Dan hebben we hier de stoelpoefkist van Ké. Die zijn de groep. Ké is Frans voor wat? Misschien, volgens mij. Maar super grappig. Oh, deze is ook echt heel erg leuk. Ja, nice. Dan hebben we nog deze stoel. De Genesis fauteuilje. Dat is die. Dit is een soort van ei. Dit lijkt gewoon een beetje op een ei. Dat moet je wel toegeven. Het is een soort van ei. Maar ik vind het wel leuk.
Denk dat dit eetkamerstoelen zijn. Ja, dit zijn eetkamerstoelen. Oké, dus deze hebben ook weer dat gevlochten riet. We hadden dit vroeger ook thuis. Zulke eetkamerstoelen. Ik vind ze niet per se mooi, maar in het wit gaan ze nog wel. Wat is dit? Oh, een bongo. Kan je hierop zitten? Ik denk dat dit een kruk is. Volgens mij is dit een kruk. Een kruk in de vorm van een bongo. Vet grappig. Oké, dus dat is deze. De bongo kruk. Dan hebben we ook een bank. Oh, deze past bij de stoel. Oh, nice dat we daar een bijpassende bank van hebben. Ik vind deze echt leuk namelijk. Wat een leuke bank. Ik vind het echt... Ik ben echt blij dat we een keer een wat strakkere, modernere bank hebben met kussentjes erom. Want we hebben altijd banken met... Of het is heel erg truttig met heel veel kussentjes. Of er zit echt niks op van kleur. En dit... Kijk, dit is toch leuk. Dit kan je... Oh, oeps. Best in een modern huis doen. Dit vind ik echt tof. Oké, dan hebben we ook deze bank. Deze hoort weer bij die andere stoel, denk ik. Ja, vet leuk. Ik vind deze ook tof. Oké. Dat is die. We hebben nog een bank zelfs. Oeh, dit is ook zo'n soort poef. Oh, deze vind ik ook echt leuk. Ja. Dit staat echt leuk als je hem in het midden in de kamer zet, weet je wel. Dan heb je niet meteen zo'n massieve bank in je kamer. Oh, en loungestoelen. Loungestoelen zijn nieuw. Er is één loungestoel in het spel. Die is gratis toegevoegd voor iedereen. Dus die zit ook in het basisspel sinds de laatste update. Dat is deze. Je kan hier ook op zonnen. Dus daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Dat is die. Die hebben we ook nog in deze kleur. In een beetje retro print-achtig. Dit is echt een ander model. Dit is meer een soort plastic stoel. Terwijl dit meer een soort van dat riet is. Tropische bouten is spijt van derrière technologieën. Oké, volgens mij zit ook een bankje. Dus we hebben nog een bankje. Ah, er kan wel veel gezeten worden in dit pakket. Daar hou ik van. Ik ben ook lui. Dus er zijn heel veel dingen om te relaxen. Nou, dat klopt wel met hoe het op mij overkomt. Oké, dan hebben we nog een betoverende rieten buffetkast. Volgens mij is dit een aanrecht. Ja, dit is een aanrecht. Oké, laat ik even een aanrecht bouwen. Laat ik dat even tegen het huis doen. Wat het stomme is van dit pakket, is dat ze min of meer zijn vergeten om... Om de kookeilanden toe te voegen. Of tenminste, we denken dat ze dat zijn vergeten. Oh, wat cool. Dat dit doorloopt aan de zijkant. Oh, dat vind ik echt heel erg vet. Oké, ik vind het een super vet aanrecht. Even kijken welke kleuren er nog meer zijn. Oeh, er is ook oranje. Wat grappig. Oh, en er is gewoon zwart en wit. Oké, oh, dit wordt echt mijn nieuwe favoriete aanrecht. Echt waar. En die laadjes zijn van riet, wat ik dan ook alweer heel grappig vind. Ja, nice. Maar er zijn dus geen kookeilanden hiervan toegevoegd. En er wordt dus een beetje gespeculeerd over of ze het zijn vergeten. Want dat was namelijk ook zo met jungleavonturen. Of dat ze er gewoon niet zijn. Maar dat zijn in elk geval die. Ik denk dat hier straks wel bovenkastjes bij komen. We hebben hier een nieuwe eettafel. Beetje ruw hout. Ik vind het ook wel leuk. Het ziet er gewoon een beetje uit als zo'n... Ja, bij een duikschool of een surfshop of zo heb je altijd dit soort tafels die dan van drijfhout zijn gemaakt. En bij elkaar gejut. We hebben ook een ronde tafel. Oké, al de pootjes veranderen van kleur alleen. Oké, de bovenkant is gewoon zwart dan, denk ik. Oké, nou, die is ook wel leuk. Wat is dit? Beroemde haltafel. Oké, dus dit is een bijzettafeltje. Voor in de gang. Maar voor mij mag je hem ook ergens anders neerzetten als je het niet doorvertelt. dan hebben we hier nog een bijzettafeltje. Tegen de nerf. Oké, je ziet echt dat het van hout moet... moet voorstellen alsof het echt van hout is gemaakt. Ik vind het best wel goed lijken. Ja, die vind ik ook leuk. Dan zijn we bij het occasionele bijzettafel. Dus deze gebruik je alleen af en toe, I guess. Ja, gewoon mooi houtsnijwerk. Dit is niet echt mijn smaak, maar ik vind het wel gaaf. Ronde tafel. Dit is een koffietafel. Oké, dit hoort ook weer bij een beetje bij die bank en die stoelen. Zeg maar deze. Ronde koffietafel. Het is best wel een grote tafel, maar ik vind het wel leuk. Ja, dus die hebben we. Wat is dit? Oh, nog een koffietafel. Oké, dit is een wat modernere koffietafel weer. Maar ik vind het wel leuk dat ze twee kleuren hout hebben gebruikt. Wauw, ja, echt vet mooi. We hebben ook een bureau, zo te zien. Oeh, hier heb je ook van het mooie ingelegde hout. Oké, dit is wel echt cool. Dit zou je echt in zo'n antiekwinkel tegenkomen. Als de perfecte vondst. Die hebben we. Dan hebben we hier, oh ja, de duikspullen. Want we kunnen natuurlijk duiken in dit pakket. Dus we hebben hier een kastje met duikspullen. Er hangen ook wat foto's op met de kalender. Er zit een zuurstoftank in. Vinnen hangen eraan. Wetsuits hangen er.
kijken, kunnen we hier nog meer kleurtjes van maken? Nee, oké, het is wel echt maar één kleur. Maar ja, ik vind het echt heel leuk dat ze dit hebben toegevoegd. Onbaatzuchtige meubels van Objipade Recycling. Oké, ik weet niet wat het is. Nou, ik weet wel wat het is. Het is blank. Die beschrijving werd ik alleen niet per se wijzer van. Maar we hebben dus deze plank erbij. Deze is ook wel leuk. Even kijken. Schappenkast. Modulaire schappenkast. Oh, is dit serieus? Ah, je kan hiermee puzzelen. Oké, wacht. Laat ik even alles in één kleur. Gewoon even voor de duidelijkheid. Oké, we hebben die dus. En dan kan je ze aan elkaar puzzelen. Ik denk dat je move objects aan moet zetten. Wil je dat? Je kan ze dus zo tegen elkaar aanzetten, denk ik. Ja. En als je move objects aan zou zetten, dan kan je ze waarschijnlijk nog beter onder elkaar zetten. Oké. Hier kan je echt heel cool mee puzzelen. Dit is vet leuk. Oké, dit zijn echt coole planken. Ik heb nog niet eens gekeken welke kleuren ze hebben, maar ik ben nu al fan. Oké, wauw. Er zijn heel veel kleuren. Dit vind ik super leuk. Oké, dit is echt tof. Ik heb zo vaak geen idee wat ik aan de muur moet hangen. Dan is zoiets echt ideaal. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oké, misschien ben ik te enthousiast over een stelletje planken, maar wauw. Oké, er is ook een nieuwe picknicktafel hier. Ook met verweerd hout, een beetje strandjutterhout. Ja, nice, oké. Die nieuwe wasbak. Even kijken, ik weet niet of je tegen de muur moet, want ik heb move objects aangezet. Maar ik denk, moet hij tegen de muur? Ik weet niet. Misschien kan hij ook los, ik denk dat hij ook los kan. Deze is ook vet. Ja, met zo'n mooie... Ja, ik vind dit echt wel een mooie kraan. Ook weer wat moderner, maar daar hou ik gewoon van. En dit is de binnen- of buiten douche. Dus hier kan je in douchen. Het is niet helemaal een losstaande douchekop. Maar ik ben hier wel heel blij mee. Want we kunnen hem dus buiten neerzetten. Maar je kan hier ook met ramen en een muur omheen bouwen. Zodat het een inloopdouche lijkt. Dus dat vind ik zelf echt heel erg leuk. Ja, deze vind ik echt heel gaaf. Er is ook een badkuip. Die hoort er natuurlijk bij. En ik vind dit ook super grappig. Ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit ziet als de zeemermin hier straks in ligt. Ja, daar ben ik echt benieuwd naar. Lijkt me super leuk. Dus die hebben we ook. Wat zou dit zijn? Admiraals vissenval. Kan je dit echt gebruiken? Nee, dit is gewoon voor de sier. Maar dit is een fuik. Oh, die komt alleen in deze kleur. Nou ja, is ook mooi. Doet die wat voor je omgeving? Nee. Oké, nou ja. We hebben deze nieuwe boten natuurlijk. Uiteraard. Kijk, een beetje varen, vissen, relaxen. Oké, we hebben deze. Als je hem hier op het land zet, dan staat hij hierboven. Maar hij kan ook in het water. En dan gaat het zeil omhoog. En dan kan je hem echt in het water leggen. Moet je kijken hoe vet dat is. En dan kan je er dus echt mee varen. Dus dit is echt een werkende boot. Werkende kano, denk ik. Is het een kano of is het een zeilboot? Wat is het? Hoe noemen ze dit? Uitlegger kano. Het is een kano. Super gaaf. Ik ben hier echt fan van. Maar we hebben ook de aquachiers. Ze mochten de naam Jetski niet gebruiken, want het is een bestaand merk. Oké, hij zweeft wel, de aquachiers. Kan hij ook omlaag, toevallig? Oké, laat hem in het water leggen en niet erboven. Dat ziet er een beetje stom uit. Maar we hebben dus ook deze. En nou, hier kan je dus gewoon heel snel mee op het water varen. Dus ik ga later allemaal laten zien hoe dit allemaal werkt. Maar ik probeer zo snel mogelijk zoveel mogelijk video's op te nemen. Dus ik hou het nu even bij de spullen. Maar we hebben dus ook deze. En ik heb zin om weer op te gaan, joh. Ik heb nog nooit op een... Jawel, ik heb wel eens op een jetski gezeten. Bij de reddingsbrigade hebben we ook een jetski. Het is nog best wel moeilijk. En je valt er nog best wel snel af. Maar misschien is dat alleen met de golven die je op de Noordzee hebt. In elk geval, we hebben hier een bar en hier word ik echt blij van. Hier krijg je toch wel een tropische vibes van dit ding. Er komt ook meteen een tropisch muziekje op de achtergrond. Ik weet niet in hoeverre jullie dat kunnen horen, maar... Er is ook nieuwe eilandmuziek toegevoegd. Dit is een soort van ijs. Er staat hier een fooiepotje. Nou ja, we hebben allemaal versieringen, posters, lampjes. Hierachter staan de bekertjes. Het ziet er gewoon super leuk uit. En nou ja, het is dus in deze kleurtjes. Dan hebben we deze boog. Dit is volgens mij een trouwboog. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Dan hebben we een nieuwe trouwboog waar je onder kan trouwen. Zodat je hier ook een destination wedding kan hebben. Je kan bestemmingsbruiloft houden. Je kan helemaal hierheen gaan. Al je familie meenemen en hier trouwen. Lijkt me echt fantastisch. Dan hebben we ook nog een goed ouderwets kampvuur. Nou, dat is best wel een groot kampvuur inderdaad. Dit is echt een enorm kampvuur. Waarom kunnen we dit niet... Oh, hier. Oké.
Ja, verschillende kleurtjes dus. Nou, hier kan je natuurlijk al je standaard kampvuuractiviteiten doen, neem ik aan. Tenminste, een beetje marshmallows roosteren. Ook probeer de nieuwste vlamtechnologie, een goed ouderwets kampvuur. Nou, fantastisch. We hebben ook verschillende nieuwe standjes met eilandeten. Deze kom je natuurlijk uit vanzelf wel tegen in de wereld ook. Ja, zo te zien hebben we Jess Island Barbecue Kate. Kijk, dat is iets van mij. Dat is Jessie's Island Barbecue Kate sowieso. En we hebben een Zee's pokkenkraam, denk ik. Nou, wat dat dan is, is met vis waarschijnlijk. En de culinaire strandkate. Dus volgens mij is dit gewoon een soort van... Dat je het uit de buurt haalt of zo. Dat je... Nou ja, het lijkt wel zo'n veeboloket. Maar goed, dat is dus dat. Dan hebben we ook nog strandhanddoeken. En hier ben ik heel blij mee. Want ik gebruikte altijd de yogamatjes van Wellnessdag. Om te doen alsof het een strandhanddoek was als ik een zwembad bouwde. Maar nu hebben we dus echte strandhanddoeken met zeemerminnenprint. Nou, vet leuk. Oké, dit is echt heel erg leuk. Kijk hoeveel opties er zijn. Voor iedereen. Iedereen kan zijn eigen handdoek gewoon. Ik ben nog steeds niet door de opties heen. Oké, dit was volgens mij de eerste. Ja, oké, wauw. Er zijn echt superveel opties. Hoeveel zijn dat er wel niet? Moet je kijken hoeveel er zijn. En er is nog een luxe badlaken. En die is volgens mij hetzelfde, maar dan groter. Ja, sowieso. Dus dat is de luxe variant. We hebben ook een nieuwe schommel. En ja, volgens mij zit die andere schommel in jaargetijden. Maar ik weet niet, ik vind schommels heel erg leuk. Even kijken welke kleuren we hebben. Volgens mij zijn dit ze. Ah ja, ook in het blauw en zo. Ja, echt leuk. Ik hou hem in het blauw. En we hebben een assemblage van bladeren. Die een stukje exotisch gebladerte mee naar huis willen nemen. Nou, kijk eens aan. Dus dit is gewoon een vaas. Maar wel een mooie vaas, dat moet ik wel zeggen. Deze is leuk. Oeh, deze vind ik leuk. Oké, deze lijkt een beetje op... je hebt zo'n plant in... Wat is dat? Movie... Hoe heet die? Movie hangout stuff of zo? Filmavondaccessoires of zo? Daar zit ook zo'n soort plant in, maar die is heel groot. En deze is daar, ja, ik vind die mand waar het in zit ook niet zo mooi, maar deze wel. En dit is zo'nzelfde soort plant, dus daar ben ik echt blij mee. Oh, we hebben ook nog een rollend rolgordijn. Lekker met de rollende R. Rollend rolgordijn, eens even kijken. Ah ja, ook weer in veel verschillende kleurtjes. Dat is die. Bewonder mijn gordijn. Kijk, we hebben ook dit gordijn. Dit is vet leuk. Oh ja, hij kan zelfs hier, hij kan zelfs voor deze deur kan hij gewoon hangen. Kijk nou. Oké, dus een doorzichtig gordijn voor de sier natuurlijk. Maar wel echt mooi. We hebben dit ding. Die hoort er natuurlijk een beetje bij ook. Die zal wel in dezelfde kleuren komen, ja. Die en deze is dan net weer anders. Ja, maar het matcht wel allemaal. Daar ben ik wel blij mee. En we hebben ook nog een grotere versie. Even kijken. Deze kan ook hier hangen. Dus dan kan je hem... Nou ja, tenminste, ik weet niet... Niet handig voor de deur, want dan kan je er niet meer doorheen. Maar ja, super gaaf. En wat is dan het verschil? Oh ja, die andere is dan... Het zijn dezelfde twee gordijnen als die we net hadden. Maar dan de grotere, langere versies. Wat is dit? Scheepswrak. Oh, wauw. Oké, er is dus een heel wrak. Oh ja, dat is waar ook. Dit is net als met het vliegtuig in Strangerville. Je kan een heel scheepswrak neerleggen. Hierin kan je zeg maar bouwen. En hier kan je dan een kelder in maken. Dus je kan in het wrak wonen gewoon. Dus dan heb je een heel... nou ja, als dat je ding is, waarom niet? Stenen en zo hebben we nog. Nou ja, dit is gewoon een beetje rommel, I guess. Maar wel leuk. Ja. Beetje wrakhout. Dus dat vind ik echt wel tof. Walvisdroom. Wat is dit? Oké, dit is een soort van kunstwerk, denk ik. Ah, het is een walvis. Ik zie het nu pas. Oké, alleen de steen kan je van kleur veranderen. Dan hebben we nog deze vaas. Dit vind ik wel een hele mooie vaas. Dit kan ook best wel als moderne vaas. Kijk. Leuk. Er is nog een vaas. Een verdwenen vaas. Oké, dus dit is echt een soort van antieke gevonden vaas, I guess. Ja, dit is ook heel cool. Gaaf. Monsterlijke grijphaak. Oké. Nou, dus dit is volgens mij ook een decoratieobject. Oh ja, het is een vishaak. Ja, ik zie het nu. Ik ben echt traag vandaag. Het is ook al vet laat en het was een hele lange dag. Maar ik wilde per se nu eilandleven video's opnemen. Want laten we eerlijk zijn, je kan hier niet mee wachten. Als je dit hebt, dan moet je het gewoon meteen gebruiken. Oké, dit is een soort van... Dit hoort bij de bar natuurlijk. Ik zet het even bij de bar. Een soort van uithangbord. Of tenminste, nou ja, een bord laat zien. Hé, hier moet je drinken halen.
We hebben de bamboe plafondventilator. En dit is wel leuk, want we hadden al ventilatoren. Maar kijk, hij draait nu ook echt. Als je hem beweegt, kan je het een beetje zien. Maar vroeger deden ze niks, waren ze alleen voor de sier. Maar nu maken ze ook de luchtigste omwentelingen. Dus als je sim bijvoorbeeld nat is van het zwemmen, dan ben je sneller droog. En het kan je ook afkoelen nu als je seizoenen hebt, jaargetijden. Dan hebben we hier nog een zonnebrand. Dat kan ook geen kwaad om bij je te hebben als je hier lekker op je strandhanddoek ligt. Er zijn heel veel verschillende merken zo te zien. Begraven kisten aangespoeld. Oké. Nou, als je dit op het strand legt, dan ziet het er natuurlijk uit alsof ze zijn... Maar die kunnen ook in het water. Kijk dan, dat ziet er echt vet leuk uit. Dus die hebben we nog, kistjes. Vloerkleden zijn er ook nog. Wat is er veel, hè, trouwens. Oké, dit zijn allemaal vloerkleedopties. Wauw. En er is ook nog een wat groter kleed. Ja, dit is persoonlijk niet mijn ding. Maar ik kan me voorstellen als je dit op de juiste manier combineert, dat het wel heel gaaf kan zijn. Ja. Dus vloerkleden hebben we. Dan hebben we nog mobiele vierkant visjes. Even kijken wat dit is. Oh, dus dit is gewoon voor de sier. Dit zijn vissen. Oh, die komen ook in heel veel kleurtjes. Alle kleuren die je maar kan bedenken waarschijnlijk. Ja, er zijn heel veel vissen. De lachende sim. Niemand weet daadwerkelijk de herkomst van de lachende sim. Oké, hele uitgebreide beschrijving. Best wel creepy, maar... Dat is dit ding. Een soort masker is het, een beetje. Maar wel gaaf. Dan hebben we nog dit. Een boekrol. Dus dit is ook een soort schilderij. Ja. En... Wat is dit? Wat zou dit zijn? Dit is een krijgersknots. Natuurlijk. Ik gebruik mijn eigen krijgersknots niet zo vaak. Want ik heb niet zoveel vijanden meer. Maar... Wauw. Oh, en deze. Ik vind het heel grappig. Want je hebt in het basisspel heb je ook zo'n bestek set. En die vergrootte ik altijd. Om aan de muur te hangen. En hier heb je gewoon een grote. Al zit er wel. Hier zit ook een eng gezicht op. Die heb je dus ook. En wat is dit? Dit hoort bij de bar. Kijk, dus dit is zeg maar als je dan de bar hebt... Kan je dit er zo, denk ik, achter zetten. En dan heb je hier zo nog je drankjes. Ja, vet leuk. Wegvaarzeil. Oké, we hebben ook nog een zeil. Dus dit is ook gewoon een soort uithangbord voor als je een openbare kavel hebt, kan je dit neerzetten. Een zeil voor de sier. Dit is het leven zoals een klein luchtschip. Ah, dit is een ballon. Oh, dit is vet schattig. Oh, kijk nou. Het zijn vissen. Oh, wat lief. Oh, dit vind ik heel leuk. Wacht, was dat een kippie? Oh, het is een kip. Oh, Michel en ik zaten de hele tijd grappen te maken dat we zo hoopten dat er kippen zouden komen in de Sims. En er is gewoon een kip toegevoegd. Wauw, onze gebeden zijn een soort van verhoord. Oké, eilandvlaggenlijn. Nou, dit is natuurlijk ook gewoon voor de sier. Ik vind het echt leuk dat ze die dolfijnen hebben en vogels en zo. Ja, nice. Oh, maar hier ben ik sowieso het allerenthousiast over van het hele pakket. Glazen vloeren, kijk. En dan kan je zo naar beneden kijken naar de zee. Oké, laat ik het tussen twee palen inzetten. Kijk dan. Ik weet niet of hij nog... Komt hij in andere kleuren? Ja, hij komt sowieso in heel veel kleuren. Hij is er ook gewoon in het wit. En je kan hem volgens mij ook vergroten. En dan kan je hem volgens mij ook gebruiken. Ja, je kan hem ook gewoon vergroten. Dus dit is gewoon een glazen vloer. En hier ben ik zo blij mee. Want ik gebruikte altijd die dansvloeren van Beleef het Samen. Maar dan gingen ze altijd of op dansen. En die hadden van die lelijke rijtjespatroon met neon. En dat vond ik toch niet zo heel mooi. Maar dit, hier ben ik echt... Wauw, ik ben hier zwaar van onder de indruk. Waar een mens dan niet blij mee kan zijn, hè? Oké, we hebben ook nog dit. Dit is een overkapping, denk ik. Staat volgens mij op, let op, biedt geen schaduw. Ja, oké. Dus je kan het in het spel niet gebruiken om je tegen de zon te beschermen. Want je kunt uiteraard verbranden. Maar het is wel mooi, dus dat je het weet. Dit hebben we ook nog. Oh, fruitschaal met een ananas. Oh, dit zal wat voor Jet zijn. Jet houdt heel erg van ananassen. Die, dan hebben we ook nog dit. Wat is dit? Ik dacht verwarming, maar dat was iets met verwarring. Oké. Nou, een kamerscherm uiteraard. Ook leuk. Zou dit wel schaduw bieden? Nee, ik weet niet. Het staat niet bij of het wel of geen schaduw geeft. Maar dit is ook een overkapping. Dan hebben we nog een kamerscherm. Oké, deze past ook weer wat beter bij het bed bijvoorbeeld. Die had dezelfde stijl. En dit is glas. Hier kan je doorheen kijken. Super gaaf. Oké, dit vind ik echt heel tof.
En dan hebben we ook nog deze. En dit is ook weer een overkapping. Ik denk dat dit wel schaduw geeft eigenlijk. Er staat niet bij dat het geen schaduw geeft. Dus dan denk ik dat het wel schaduw geeft. Fijn. Wat is dit? Een verlichte tafel. Oh. Is dit dan een lampje? Oh ja, dit is een lampje. Oké. Okay. Dus die hebben we ook met bloemetjes. Super schattig. Dit is ook een lampje. Oké, ik heb te weinig tafels. Oké, hier. Lampje met kaarsjes. Ook weer dezelfde kleuren hout die we al eerder zagen. En hier hebben we nog een kaars. Bladerdakkaars. Oh, dat lijkt me wel echt heel gezellig. Als je s'avonds zo'n plek hebt die je helemaal verlicht hebt met kaarsjes. Ja, leuk. Dit is ook een vloerlamp. Oh, die is groter dan ik had verwacht. Vloerlamp hebben we hier. Dan hebben we nog... Oh, oeps. De tiki-tiki-toorts hebben we. Zijn dit ook lampen dan? Ja, dit zijn ook lampen. Oké, dit zijn dus voor speren. Dat vind ik ook echt heel cool. Die, dit is clustervuur. Dit is ook, ook een lantaarn. Oh, deze bloemetjes. Oh, deze vind ik echt heel erg lelijk. Oké, die ook. Dit zijn dan plafondlampen, denk ik. Oké, dus ik hang ze even gewoon hier. Maar deze is ook wel grappig. Hoe werkt deze lamp? Ik snap hem niet. Oké, cool. Dat is die. Nou, die komen in 3 verschillende hoogtes. Dan hebben we dit nog. Dit is voor aan een muur. Dit zijn ook een soort lampionnetjes. Super cool. Ik dacht even dat dit een slipper was. Maar dit is ook een lampje. Er zit een glas omheen. Oh ja, natuurlijk. Dit hebben we natuurlijk ook nog. Ook niet geheel onbelangrijk. We hebben de, hoe heet dat ook weer? Vuurkuil barbecue. Ik scrolde per ongeluk. Vulkanische barbecue schroeier. Dus dit is inderdaad een barbecue. Hij ligt in het zand. Dus het ziet er waarschijnlijk beter uit als je hem ook daadwerkelijk in het zand legt. Ja. Hier kan je dus eten op maken. Dus dat is echt heel vet. Oh, we hebben ook een vuilnisbak. Past die bij de keukenkastjes? Is de grote vraag. Ja, die past er wel een beetje bij. Nieuwe vuilnisbak. Ook niet onbelangrijk. Want het moet het eiland natuurlijk opruimen. Dus dat is echt... ja, belangrijk. Oké, dan hebben we hier nog een... Wat is dit? Oké, dus een kledingkast. Ook handig om erbij te hebben. Is dit ook een kledingkast? Nog een kledingkast? Oké. Ja, ze hebben echt hun best gedaan met al die verschillende texturen. Moet je alleen al kijken wat hierin zit. Dit is allemaal gevlochten. Houtsnijwerk. Er is echt van alles. En was dat het al? Of mis ik nou nog dingen? Oh, nog één ding heb ik gemist. Oh, en dat is een wc. Oké, dit vind ik echt super grappig. Oké, we hebben dus nog een wc met mannen en vrouwen op deze manier. Dit is dan weer niet genderneutraal. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Maar goed, dat detail. Dus dat is het eigenlijk. Volgens mij hebben we nu alles gehad wat er nieuw is in dit pakket. Ik denk dus niet dat er kastjes zijn voorbij dit aanrecht. Ik ga het even checken. Nee, er zijn geen kastjes bij. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar deze passen er natuurlijk wel heel goed bij. Dit is wel dezelfde stijl. Dus misschien zijn deze wel bedoeld voor erboven. Dan zijn er natuurlijk ook nog dingen toegevoegd in het basisspel. Daar is ook niet, ik ga niet alles opnoemen wat nieuw is. Maar er zijn nu bijvoorbeeld een aantal deuren in het spel die eerst geen witte optie hadden en nu wel. Zoals deze deur heeft nu eindelijk een helemaal witte versie. Kijk, hij was eerst alleen maar zo. En had hij geen witte kleur, maar nu wel. Dus dat is voor iedereen gratis. Dus iedereen die deze deur heeft in het basisspel heeft nu ook gewoon wit en zwart als optie. Dus yay! Daar ben ik echt super blij mee. Ja, dus dat is het eigenlijk voor deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat er allemaal nieuw is aan spullen. En ik hoop ook dat je blijft hangen op mijn kanaal om straks te zien hoe de gameplay van dit nieuwe pakket is. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan even hier beneden. Laat ook een like achter als je het leuk vond. Of een dislike als je het helemaal niks vond. Maakt mij niet uit. Maar in elk geval, ik hoop dat je er de volgende keer weer bent. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!